Ik ben Margot en ik volg de opleiding tot oncologieverpleegkundige bij Amsterdam UMC. Hier bieden we zorg aan patiënten met alle vormen van kanker op academisch niveau. Hierin zijn wij een expertisecentrum. We hebben de laatste inzichten, unieke behandel- en onderzoeksfaciliteiten voor verschillende tumoren. In een multidisciplinair team bieden we patiënten de beste behandelingen en deelname aan de nieuwste studies. De opleiding tot oncologieverpleegkundige duurt 15 maanden en bestaat uit 3 praktijkleerperioden van elk 5 maanden. Iedere periode werk en leer je op een andere afdeling. Hierbij wordt een balans gezocht tussen interne en chirurgische afdelingen, zoals de afdeling medische oncologie, oncologische chirurgie en de oncologische dagbehandelingsunit. Ik heb gekozen voor de opleiding tot oncologieverpleegkundige omdat je hierin een grote rol hebt bij medische begeleiding en psychosociale zorg. Je kunt als verpleegkundige direct bijdragen aan de wetenschap. Door de opleiding hier te volgen, krijg je tijdens de opleiding al te maken met diverse tumoren, omdat we hier in Amsterdam UMC alle onderzoeken en behandelingen doen. Na de opleiding ben je als oncologieverpleegkundige inzetbaar op verschillende oncologische afdelingen binnen Amsterdam UMC. Welke afdeling dat wordt, is aan jou. Wil jij ook de beste zorg leveren bij deze ingrijpende ziekte? Solliciteer dan op de opleidingsvacature tot oncologieverpleegkundige.